Welkom. Vandaag staan we op het Museumplein. Het is de Intreeweek van de UvA, de Universiteit van Amsterdam. En de Intreeweek is gisteren begonnen. We zijn dus nu op dag nummer 2. Wat mij nog heel erg leuk leek om te doen, is om vandaag even wat mensen te interviewen. Om te kijken of ze eigenlijk wel weten in welke stad ze gaan wonen. Want ze gaan dus duidelijk studeren in Amsterdam. Dus waarschijnlijk ook wonen in Amsterdam. Maar weten ze dan eigenlijk wel het een en ander van Amsterdam? Dan heb ik vraag nummer 1. Wie is de burgemeester van Amsterdam? Femke Halsema? Ja. Oh ja. Ik weet het. Je weet het niet? Ja, ik weet. Nee, echt niet. I don't live in Amsterdam, so how am I supposed to know that? Femke Halsema. Zij dus in koor. Ah. Woe! Vraag nummer 2. Welk stadsdeel / wijk hoort niet bij gemeente Amsterdam? Duivendrecht, Gein of Diemen? Yes. Woo. We got one right. Yes. Gein. Denk ik. Denk ik ook. Nee. Nee? Jammer. Nog één, mag nog een keer proberen. Dat weet ik niet. Duivendrecht. Het was Diemen. Oké, helaas. Dan heb ik eigenlijk de laatste waarvan ik dacht, die doe ik bewaar de moeilijkste voor het laatst. Namelijk, in welke eeuw is Amsterdam gesticht? Je mag er een eeuw naast zitten. 16... Nee, eerder 1500 nee. Denk ik. Oh ja, het ligt eraan. Okay. Nee, ik zeg op 1400. Echt, het is best wel een hele oude stad. Ja. Echt een hele oude stad. Ik weet het niet. I think it's the 12th century. Yes! We staan dus nu voor het Stedelijk Museum en er is hier een soort van kunstzinnig hoekje en wij vroegen ons af wat het is. Kan jij dat misschien even vertellen? Nou, hier kan je vrij schilderen. We hebben daar allemaal hokjes, dus dat is voor elk groepje, daar kan je je nummer opschrijven en dan op een hele coole manier. En we proberen de creatieve vrijheid van Amsterdam te stimuleren. Aha. En jij hebt je eigen creatieve vrijheid losgelaten op deze ballon? Ik heb een ballondria gemaakt. Ballondria? Ja. Daar begonnen met een streep. Dit is ook abstract. Je moet eigenlijk zorgen dat je niet ziet wat het is. Ik heb dus een ballon gemaakt en toch een beetje in het thema te blijven van de moderne kunst zijn er strepen. En strakke hartjes, maar de strepen staan voor de grachten van Amsterdam. Gracht van Amsterdam op roze, want we houden van de gracht van Amsterdam en ik kon rood niet vinden. Maar er staat ook STV op, want STV houdt van jou. Amsterdam yet, or are you still looking for a room? Not yet. All right, no, it's hard, right? She already has the place. Where do you live? I actually don't know the name of the place. Okay, good start, yes. Zijn jullie al in Amsterdam? Nee, helaas nog niet. Nee, ik ook helaas nog niet. Dus allemaal nog zoekende. Zeker. Ja, I know the feel. Vet kut. Ja, heel kut. Ja. Yeah. Oh, oké. Moet ik in het midden? Ja. Of zo? Oh god, oh. Jeetje, ik voel me echt een BN'er nu. Wat is er aan de hand? Ja. Volgens mij moeten we op de foto. Okay. Dat was inderdaad in ieder geval ons filmpje van dag 2 van de introweek op het Museumplein. Deze week hebben we nog meer video's, dus stay tuned. Je kan ons volgen op Instagram en nu komen hier hele mooie dingetjes in beeld. Instagram, Facebook, YouTube, alle social media's. Waar jij op zit, zitten wij ook op.